geweldig voor de feestdagen ook. Nou, en dan heb ik dus zo verschillende kaartjes. Ik zal even terugbellen of ik een coronatest moet doen. En ik heb net geïnvesteerd. Eén? Ja. Goedemorgen, het is maandagochtend. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik zit op dit moment achter de laptop. Het is 9:15 en ik ga even snel aan het werk. Mama gaat zo meteen weer weg en mijn vader komt vandaag langs. Dus eerst even snel de vlog editen. Daar ga ik nu snel mee beginnen. Zo, het is alweer 4:00. Wij gaan even, waar ben je? Wij gaan boodschappen halen. Waar zit hij? Waar zit hij? Oké, okay, Jess ligt te slapen. Het is 12:30. Ik ga even naar boven. Nog even wat werk dingen doen. Zo, ik ben boven. Ik wilde even deze twee te gekke krakkeleepokken laten zien. Dit is de grijze. En dit is de zwarte. Zo mooi. De stof daarvan is echt gigantisch. De broeken zijn gewoon gigantisch snel besteld. Dus daarvan is de stof al erop. Er komt nog één levering voor de feestdagen. Dus wil jij zo'n super mooie grijs of zwarte krakelee voor de feestdagen voor jezelf, voor je mini of een cadeau te geven bijvoorbeeld? Ook heel erg leuk. Zorg dan dat je 3 december om je bestelling te plaatsen. Zodat wij genoeg tijd hebben om deze te maken en hem bij jou te hebben voor de feestdagen. Kijk, dit is dus de krakelee zand die we op dit moment hebben. Ik zal hem hier ook even in de spiegel zien wat beter. Dit is die ik nu aan heb, is een lengte 30. Je ziet dat die bij mij een beetje aan de korte kant is. Dit is dus de zwarte krakelee. En deze is zo gaaf. Als je hem ook echt geweldig voor de feestdagen ook, maar ook om gewoon te dragen. En dit is dus de grijze. En wat is echt het allerfijnste is, dit is dus de zwarte, maar van binnen is die dus super zacht. Wacht, ik ga hem even scherp stellen hierop. Kijk. Echt zo'n super zachte binnenkant. Dus hij is gewoon heerlijk voor in de winter. En dit is dus het krakelee effect. Mijlpaaltje dit hoor. Ik heb zojuist ontdekt hoe de ontdooie functie op onze magnetron werkt. Tenminste, ik heb een poging gedaan. Ik had het even gegoogeld. Hoe zo'n, zie je natuurlijk niet, hoe zo'n tekentje eruit moet zien. En ik denk, Mau is thuis en kijk. Oh, helemaal onder het zaagsel. Wil je even douchen? Ik ga wel straks even douchen, ja. Goedemorgen. Woensdag vandaag. Mau die is Jess naar de opvang brengen en ik ben hier achter mijn laptop, die ik nu ga openklappen. Lekker werkdagje vandaag. Jess heeft een lange dag. Dus ik kan even meters gaan maken. En dat is na de afgelopen dagen echt wel weer even nodig. Zo, ik ga eventjes naar boven. Nou, ik heb nog steeds geen make-up op. Zoals je kunt zien. Dus dat gaan we zo meteen ook even fixen. Maar ik ga even staaltjes maken. Ik zal je even meenemen. In dit geval gaat het om een Belgische klant die twijfelt over een maatwerkbroek en welke stof het beste voor haar is. En dan maak ik dus stofkaartjes. Dat je een kaartje krijgt met verschillende kleuren en stof, zodat zij de stof kan voelen en de echte kleur kan zien. En dan kan ze daaruit een keuze maken. Een pasafspraak is gewoon best wel lastig, omdat het best wel ver rijden is. Dus dit is een andere manier wat we ook aanbieden. En dan heb ik dus zo verschillende kaartjes, verschillende stoffen en die gaan op de post. Kijk even wat er geleverd wordt. Warapapa.
Oh, kijk nou. Ze zijn wel nog een beetje te groot. Maar hoe gaaf zijn deze Nike's voor Jess. Zo leuk. Het is alweer 5:50. Dat betekent tijd om Jess op te gaan halen. Ik ga even met de auto, want het is zo koud. Kijk de nieuwe schoenen van Jess. Zo mooi. Goedemorgen. Ik kan zo de huisarts terugbellen. En dan hoor ik of ik een coronatest moet gaan doen. Ik voel me op zich best oké. Ik heb alleen sinds gisteren dat mijn klieren aan deze kant helemaal opgezet zijn. Wat helemaal doortrekt naar mijn oor. Ik had gisteren ook tijdens... was mijn keel heel dik. En ik had niet veel dat er echt zo'n klodder met bloed uitkwam. Hoi. Hoi. Dus het past in die zin niet bij het echte coronaplaatje. Ik ben verder niet neusverkouden. Ik heb geen koorts. Voel me ook niet doodziek. Nee. Maar toch even voor de zekerheid vandaag mijn afspraken afgezegd. En even met de huisarts overlegd. Wat zij ervan vinden. Nou, daar gaan we. Ik ben benieuwd. Hallo, met Jennifer Einberg. Ik zou even terugbellen of ik een coronatest moest doen of niet. Ja, ja, daar is wel het advies om, om een COVID- of coronatest te gaan doen. Ja. En in quarantaine blijven totdat de uitslag bekend is. Oké, gaan we dat doen? Ja? Ja. Oké, dankjewel. Nou, dank je. Doeg. Oh my god. Nou, je hoort het. Ik moet dus een test gaan doen. Nou jongens, Jess en ik zitten in de auto. Daar gaan we dan. Nou, we staan in de rij. We zijn niet de enige die een testje nodig hebben. Ik denk dat er wel, 15 auto's voor ons staan. Dus dat, ik ben benieuwd wat dit gaat zijn. Ik zie jullie zo meteen. Nou, we zijn weer terug. En het was best prima te doen. Natuurlijk, in je neus is niet heel erg fijn. Maar het is zo weer voorbij. En nu is het dus binnen blijven. En hopelijk heb ik heel snel de uitslag. En is die negatief. En kan ik gewoon weer naar buiten. Goedemorgen. Het is vrijdag. Nog steeds in thuisquarantaine. Ik heb de uitslag nog niet binnen. En ik heb net geïnvesteerd voor mezelf. Ik ga de Love Attraction Mastery van Kim Munnekom volgen. Hij kwam vandaag voor de Black Friday nog één keer online. En ik dacht, ik moet deze kans nu echt grijpen. Ik heb er zoveel zin in om mezelf verder te gaan ontwikkelen. En te gaan verdiepen in de Love Attraction. Maar ook in doelen stellen. Mezelf reflecteren. Waar wil ik naartoe? Dus ik ga jullie meenemen ook in het hele proces. Ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Oké, jongens. Mijn uitslag is binnen. Ik ben negatief. Ik had niet anders verwacht, maar het blijft toch altijd een beetje spannend. Het is gewoon mijn keelontsteking, wat ik al 100 jaar heb. Oh, maar dit is wel echt fijn en het is dus 12 uur, dus dat betekent dat ik vanavond naar mijn vriendinnetjes kan. Oh, ik ben zo blij. Zo, we lopen lekker buiten. Want het mag weer. Yes. Even boodschapjes gehaald. En nu naar huis. Ja. Goed zo. Ga ik jou helpen? Goed zo, schat. Ja. Goed gedaan. Ik heb lekker een outfitje aangedaan. Make-upje op. Voelde je toch als mens alweer een stukje fijner door. Ik heb vanavond met vriendinnetjes een avondje. Dus Mau is onderweg hierheen. En dan ga ik met de auto naar Wijk. Lekker op en neer. Maar heel veel zin in. Ik ga jullie meenemen. Oké. Dit is 1, hè? Ja. Nee, 2. 2. Oh, 2. 4, 6, 8, 10. 3. 13. Dat is 1. 14, 15. Wow. Die laatste.
Goedemorgen, jongens. Het was zo gezellig gisteravond. Ik heb het op paracetamol best wel redelijk goed volgehouden. Ik ben om 12 uur, iets over 12 uit de wijk weggereden. Ik was om 1 uur vannacht thuis. Kort nachtje gehad. Echt gigantisch veel liggen hoesten en blaffen. Maar het was zo gezellig. Nou ja, je hebt de beelden net gezien. We hebben gewoon heel veel gelachen. En hierna zijn er nog heel veel leuke momenten geweest wat we niet hebben gefilmd. Maar dit geeft denk ik wel weer hoe onze avond was. Superleuk cadeautje gekregen. Dit 6 minuten dagboek. Die wilde ik heel graag. En daar kan je elke dag wat notities maken. Waar je dankbaar voor bent. Doelen maken, noem maar op. Dus dat lijkt me heel interessant. Vooral nu met de Love Attraction Mastery die ik ga volgen. En dit spelletje. Die had ik al een paar keer voorbij zien komen. Dat het een heel leuk makkelijk spel is. En Mau en ik vinden het gewoon lekker om af en toe een dobbelspelletje of zo te doen. Dus daarom leek mij deze heel erg leuk. Dus ik denk dat we die vanavond maar eens even gaan proberen. En ik kreeg gisteren een heel leuk pakketje binnen. Namelijk deze van Tasty Toppings. Zij maakt boxen met verschillende toppings. Voor, nou eigenlijk op elk eten kan je het wel strooien. Maar in hoeveelheden dat je dus niet te veel doet. Super leuk en lekker gevarieerd. En ik mocht een box gekregen en mocht proberen. Dus er zitten echt, nou, ik zal even laten zien. Kijk. Dit is dus de box. Super leuk ook ingepakt. Ik heb hem al natuurlijk weer open gescheurd. Het allemaal verschillende lekkers voor op toppings. Cookies. Het is ook iets van koekjes lijkt het op. Oh, ik denk iets van chocoladekoekjes. Van die sprinkles. Toblerone, chocoballs. Het zijn denk ik ook chocolade. Daar ben ik. Ik was jullie even kwijt. Tenminste, mijn camera. Maar je lag in de kast. Het is zondag. Je hoorde het aan mijn stem waarschijnlijk. Ik ben nog steeds echt niet fit. Ik heb echt een halve nacht liggen hoesten. Ik heb op een gegeven moment ben ik op de bank gaan liggen. Omdat ik gewoon het hele huis aan het wakker blaffen was. Nu wel weer met wat paracetamol gaat het wel weer redelijk. Nou, ik loop nog steeds in mijn chillpak. Maar kijk, er is net een koffiezetapparaat bezorgd. Ik was hier echt al zo lang op aan het azen. Ik ben er echt zo blij mee. Nu al, terwijl ik nog in de doos zit. Jess ligt op bed. Ik ben nog even hierboven aan het werk, bestellingen aan het pakken en nog laatste maildingetjes aan het doen. Het is natuurlijk allemaal wat anders dan normaal nu Mau zoveel weg is. Dus dat ben ik nu even aan het doen. Dus ik ga hem nu afsluiten deze weekvlog. Dankjewel voor het kijken. Vond je hem leuk? Dan even een duimpje omhoog en vergeet je hier niet beneden te abonneren. En dan zie ik je volgende week weer. Doei doei!